kale vlakte die overbleef na het bombardement dat het hart van Rotterdam verwoestte, om precies te zijn op het terrein van de oude diergaarde, is deze dagen dit gebouw in gebruik genomen. Het bouwcentrum, dat dienst zal doen als internationaal voorlichtings- en documentatiecentrum voor de hele West-Europese wederopbouw. In de bibliotheek bevindt zich vakliteratuur uit binnen- en buitenland. Men kan zich hier over alle materialen en bouwmachines inlichtingen verschaffen. Niet alleen op papier, ook in natura is iedere voorlichting aanwezig. Bouwmaterialen uit vele Europese landen zijn hier te zien. Nederlandse dakpannen. Italiaans marmer. Franse kalksteen. Wetenschappelijke instituten geven op overzichtelijke wijze inlichtingen over hun activiteit. Hier ziet u de werking van schakelaars aan de hand van schema's. Grote maquettes geven een indruk van de wederopbouwplannen van onder andere Rotterdam en Arnhem. Zo wil het bouwcentrum door velerlei voorlichting en documentatie de taak van de bouwers in binnen- en buitenland vergemakkelijken en hen stimuleren tot snellere, goedkopere en betere bouw in het belang van de Nederlandse en West-Europese volkshuisvesting.